Hey allemaal en welkom bij een nieuwe december maand vlogvideo, soort van, ja. Alweer helemaal onvoorbereid. Oh, dit moet echt anders. En ik moet ook stoppen met te zeggen, want jullie weten dat ik gewoon onvoorbereid ben. Maar oké, het is alweer 2 december, de tweede dag. Dus ja, welkom. Het is echt een soort journaal dit, het journaal van de dag. Oké, het is nog best vroeg op de avond. Het is momenteel 6 uur, net voorbij. Ik heb vandaag gewerkt. Ik ben al wakker sinds 5 uur. En ik heb niet veel geslapen gisteren. Dus dat zie je aan mijn hoofd. En dat hoor je vooral aan mijn stem vandaag. Mijn stem is heel laag en zwaar vandaag op werk al de hele dag. Maar ja, ik heb dus gewerkt. Ik heb meetings gehad. Ik heb ook 1,5 uur overgewerkt, omdat het gewoon nodig was. Maar ja, uiteindelijk ben ik naar huis gekomen, geluncht. Toen heb ik Expeditie Robinson teruggekeken. Ik kijk het trouwens via Videoland, voor degenen die dat zich afvragen. En verder heb ik gepraat met Sid. Vandaag een heel gedoetje, die was de OV-kaart kwijt. En we hebben hem uiteindelijk teruggevonden. Ja, zij, ik ben thuis en zij is in Rotterdam. Maar ja. Super, teruggevonden. Ben ik heel blij om. En ja, nu ga ik zo meteen, nadat ik deze video opgenomen heb, koken. Het grote deel staat al klaar, want ik heb tijdens mijn lunch al de groenten voor mijn moeder gekookt. En zo meteen nog een stukje vis bakken. En dat is het avondeten van vandaag. Lekker boeiend. Maar goed, we zijn hier dus om kalenders te openen. En ik heb ook iets opgemaakt. En dat ga ik als eerste laten zien. Deze, namelijk de Play Parfum van Givenchy. Deze heb ik al 2 keer gehad, volgens mij. Echt een zachte geur, een lekkere geur. Maar ja, hij is op nu. Zo, pro. Meestal knip ik dat, maar nu hoor je het echt. Oké, de Airwick kalender. Tadaa. Even kijken, vakje nummer 2, waar ben jij? Je ziet heel slechte nummers op deze kalender, maar echt enorm slecht. 5. Hier, 2 bovenaan. Ja. En, wow. Een paars kaarsje. Ik ga hem nu nog niet aansteken, maar ik ga hem dus wel weer in koekjes stoppen. En dan doe ik hem later vanavond branden. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Clinic kalender van vandaag. En hier zit vakje nummer 2. Ik zie 22, ik zie 12. Daar waren ze 2. Fuck. 3. Oh, hier. Wauw. Oké, hier 2. Thumbs up als jullie hem altijd veel eerder zien dan ik. Dat is eigenlijk best wel grappig. Maar oké. Het lijkt weer iets van Tube. Openmaken. Het is een tube en het is een bekend product, want deze heb ik nog niet zo heel lang geleden volgens mij opgemaakt, of hij ligt nog in het bakje om op te maken. De Clinic Pep Start Eye Cream. Deze vond ik wel fijn, dus ik ben blij dat hij er weer in zit. En dan gaan we het doosje weer sluiten natuurlijk. En omdraaien, dan weten we dat we die hebben gehad. Ik zag vandaag ook op werk trouwens nog de superleuke De Lacre koekjes adventskalender. Ik dacht, nee Stef, je hebt kaarsjes en je hebt Clinique. Dat is genoeg voor dit jaar. Klaar. ja, ik heb dus al verteld wat ik vandaag nog ga doen. Dat is niet veel. Na het eten ga ik gewoon, denk ik, badje of douche nemen en chillen. Een beetje spelletjes spelen op de iPad kan ook nog. En ik moet nog de brain training doen. Ik ben de laatste tijd echt zo erg weer into brain training. Op de, ja, ik heb echt nog zo'n super klassieke DS. De allereerste ook volgens mij. Die heb ik ooit als Sinterklaas cadeau gehad. De Lite is het. Nintendo DS Lite. Nu zitten we bij de Switch al. Kan je je voorstellen. Maar ik speel heel vaak brain training. En ik heb laatst ook tweedehands Mario gekocht. En die speel ik ook wel eens. Maar de laatste dagen is mijn iPad gewoon populairder. I'm so sorry. Maar goed, ik ga afronden. Ik moet stilaan beginnen aan het eten, want ze vertrekken mama thuis. En ja, morgen ben ik er terug voor een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot dan!